Goedemorgen, het is vandaag maandag 11 november en leuk dat je meekijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is 8:30 en we zijn echt al uren wakker. Finn werd letterlijk om 5:30 wakker en die heeft ook niet meer geslapen. Dus die gaat zo meteen weer naar bed. Hij is nu lekker hier aan het spelen. We zijn letterlijk allemaal verkouden. Het begon met Lef, toen Finn en toen Tigo en nu ik. Iedereen is aan het snotteren, we hebben keelpijn. De kinderen hadden ook verhoging. Volgens mij krijgt Finn ook tanden. Dus ja, we hebben het allemaal lekker te pakken. Voor de rest voel ik me prima, alleen wel heel erg moe. Ik vind het altijd wel fijn als de kinderen gewoon lekker aan het spelen zijn. Ik weet niet wat Lef allemaal aan het doen. Wat ben je aan het doen? Lef is de boef weer aan het uithangen. Die heeft het lampje daar aangedaan. Hij is heel ondeugend. Wat ben je aan het doen? Hij kan sinds kort zelf de deur open en dit doen. Ik heb een gezicht aan het open. Oh nee. Kijk, ik heb blaadjes gezocht. Ja, jij hebt gisteren blaadjes gezocht met opa, hè? Ja. Waar is de bus? Waar is de FIFA? Waar is de FIFA van jou blijven? Het vliegtuig, ik weet het niet. Ik wil FIFA maken. Vleugels. Vleugels. Even een vleug. Wat maak je? Wat is dat? School. Is dat school? Ja. Oh. Het is gesloten. Ja, vandaag gesloten, hè? Ja. Morgen gaat het weer open, toch? Ja. Ik ben Koga's. Dit is oma. Is dat oma? Welke oma komt straks? Oma Lief. Ja. Let's go. Lef en Finn zitten samen fruit te eten. Finn heeft net ook geslapen, maar echt heel kort. Maar mijn moeder komt dadelijk langs. Dan gaat ze denk ik ook met hem even naar buiten. Dan vindt hij altijd wel even leuk. Finn die krijgt lekker een banaantje met een beetje appelmoes. Hè, Finn? Dat is lekker, hè? En wat heb jij? Kruis. Ja, hè? Een naam. Ja, een naam. Kan Finn al goed eten? Wil jij Finn een hapje geven? Goed zo. Vind je lekker, hè? Banaan en appelmoes. Dat gaat er al goed in, hè? Pinnetje. Niet bakken. Goed zo. Vind je het lekker? Ja. Mijn moeder is inmiddels lekker aan het wandelen met Lef en Finn slaat. En er is een leuk pakketje binnengekomen. Dus deze gaan we even met elkaar unboxen. Het is van Burga. En daar hebben ze oprecht de allerleukste en beste telefoonhoesjes. En hoesen voor om je laptop. Ik heb altijd standaard een hoesje van Burga om mijn telefoon heen. En je wilt echt niet weten hoe vaak mijn telefoon valt. Nou echt wel 5 à 10 keer op een dag. Want de laatste tijd loopt Lef ook de hele tijd met mijn telefoon ervan door. En dan gooit je hem weer ergens neer. En dan pakt Finn hem weer af. Maar hij is letterlijk nog krasvrij. Ik zal het even aan jullie laten zien. Om het te bewijzen. En ik lieg echt niet dat ik zelf ook mijn telefoon echt heel veel laat vallen. Kijk even hoe mooi die er nog uitziet. Ja, dat komt echt door het hoesje. Dit is namelijk het Elite hoesje. En deze beschermt dus extra. En ja, die kan ik iedereen aanraden. Maar goed, ik heb dus weer nieuwe hoesjes besteld. Kijk, dit is de geweldige hoes voor om mijn laptop heen. Dit is echt een dure laptop. Dus die wil ik natuurlijk wel goed beschermen. En ik vind hem echt geweldig. Altijd als ik ergens ben en ik heb mijn laptop mee, zegt iedereen ook, wat heb jij een leuk hoesje. Ja, ik ben er ook echt mega blij mee. Maar je kan nooit genoeg hoesjes hebben. Dus we gaan even lekker unboxen. Kijk even hoe mooi ze ook verpakt zijn. Ik heb dus 3 Elite hoesjes. Kijk even hoe prachtig deze weer is. Ze hebben dus zoveel leuke designs. Het is gewoon lastig kiezen omdat er te veel leuks is. Oh, deze is helemaal leuk. Die van die kersen. Oh, geweldig dit. Oh, kijk nou hoe mega leuk dit is. Ja, als ik dan ook foto's maak voor mijn webshop zo met in de spiegel. Ja, altijd zie je dat leuke hoesje. En dan heb ik dus ook een matching hoes voor mijn MacBook. Kijk meiden, dit is hem. Hoe leuk dat ik kan matchen. Ja, ik vind dat echt een vibe. Nu hebben ze bij Burga dus echt een geweldige Black Friday actie. Namelijk 25% korting op alles.
En met mijn code die ik nu in beeld ga zetten, krijg je nog eens extra korting. En dan kom je dus uit op 30%. Even serieus, 30% korting. En wat voor acties ze nog meer hebben, is dat je 4 hoesjes koopt en je betaalt er maar voor 2. Dus als ik jullie een tip mag geven, bestel 4 hoesjes, dan betaal je er maar voor 2. En doe dit samen met een vriendin, misschien met je vriend, met je zus, met je moeder, whatever. Want dan kun je natuurlijk die kosten splitsen. Dan heb je gewoon superleuke goede hoesjes tegen hele goede prijzen. Want met die korting van 30% en dus dat 4 halen 2 betalen, ja, hoe top is dat? Oprecht, dit zijn de beste hoesjes ooit. Dankzij deze hoesjes heb ik nog een telefoon die in goede staat is. Anders was die al lang gebroken. Maar waarom die dus ook zo goed beschermd is, omdat die randen bij de camera zijn dus verhoogd. Mijn angst is echt dat mijn camera kapot gaat. Dat heb ik dus 1 keer meegemaakt. Nou, dat wil je niet. Vooral niet als je elke dag letterlijk foto's maakt. Ook is die binnenkant zacht en dat voorkomt dus ook krassen op, ja, de achterkant van je telefoon. En ze zijn ook echt stevig in je hand, omdat dit dus niet glijdt. Dus ja, ik ben er echt blij mee. Ik zet een linkje naar Burga in de beschrijving. En ook mijn code zet ik er natuurlijk bij. Dus ga lekker shoppen met korting, want dit zijn echt de leukste hoesjes ooit. Lef komt thuis en hij heeft in deze pietenmuts. Ik ga stuk. Hallo, kappers. Kappers, super met een broodje. Ik heb een brood, allemaal broodjes gebakt. Oh, lekker. En wat heb je op je hoofd? Wat is dat? Pietenmuts. Een pietenmut? Spiegel boven kijken. Hij wil in de spiegel kijken. Maar we doen eerst een laars uit, hè, Lef? Kijk maar hier. Kijk eens, hier zie je een spiegel. Zie je hem? Nee, boven. Oh, boven? Ja. Ik vind het spiegel kijken, mama. Dat is wel belangrijk, want het is heel belangrijk om te zien hoe je eruit ziet. Kijk! Ja, wie is dat? Je pietenmuts. Een pietenmuts. Dat is leuk, is dat voor Sinterklaas? Sinterklaas komt bijna naar Nederland, hè? Ja. En waar is hij nu? Nu is hij in Spanje, toch? Ja. En komt hij volgende week en dan gaat hij met de boot, komt hij hier aan, hè? Ja. Weet je dat nog van vorig jaar? Ja. Gaan we zwaaien. Hallo Sinterklaas! Let's go! We gaan naar Oma's tas nog. Het is nu 19:30 s'avonds. Ik heb vandaag niet heel veel gefilmd. Mijn moeder is dus langsgekomen. En toen had ze op een gegeven moment het idee om even naar het zakje te gaan. En vroeg ze of ik mee wilde. Nou, ik twijfelde eventjes. Maar uiteindelijk ben ik maar gewoon meegegaan. Ik voel me niet helemaal mezelf vandaag. Ik heb echt heel veel last van mijn keel. En ja, ik zit gewoon niet lekker in mijn vel. Ik ben ook heel moe de laatste tijd. Misschien is het handig als ik mijn bloed weer even laat prikken bij de dokter bijvoorbeeld. Want ik denk ook echt dat ik gewoon of ijzertekort heb of vitamine D of iets anders. Want ik ben echt gewoon heel de dag door moe. Dus ik had totaal geen energie om naar het kantoor te gaan. Dus morgen ga ik dan gewoon alles inpakken. Het is nu sowieso echt wel rustig op mijn webshop. Dus dan heb ik ook minder die drang dat ik denk ik moet daarheen. Want anders loop ik over. Ik had natuurlijk liever gehad dat het wel heel erg druk zou zijn. Maar het is gewoon een rustige periode nu afgelopen weken. Terwijl die maand daarvoor was het juist weer wat drukker. Dus ja, ik weet het ook allemaal niet. Maar ik heb nog wat leuke dingetjes meegenomen vanuit de stad. Tigo zit Finn nu boven een flesje te geven. Lef ligt op bed. Hij heeft voor het eerst Sinterklaasjournaal gekeken. Ik wist niet dat het zo kort was. Het was echt 10 minuutjes. Maar Sinterklaas komt natuurlijk dit weekend aan. Dus dat is leuk. Want nu maakt hij het oprecht ook heel bewust mee. Hij zegt ook heel altijd, ja, ik moet lief zijn. Dan krijg ik cadeautjes en zo. Maar goed, ik ga zo lekker douchen. En even rustig aan de vanavond. Want ik voel me echt niet helemaal mezelf. Ik heb als eerst dit superleuke broekje mee voor Finn van de Hema. Heel veel stretch. Ik heb maar 62 gekocht. En dit zit eigenlijk nog prima. Want hij heeft best wel korte benen. En een wat langer bovenlichaam. Dus ik had het net ook al gepast. En dit zit gewoon helemaal goed. Dan heb ik bij de Zeeman dit boxpakje. In maat 68. Dat wil ik dan als pyjama gebruiken. Ik heb wel dit shirtje. Die matcht met het broekje in maat 68. Zit ook weer heel veel rek in. Ik dacht, dat heb ik liever wel iets groter. Voor Lem een nieuwe spijkerbroek. Want die is zo erg de lengte ingeschoten. Zijn broeken worden allemaal hoog water. En deze is weer mooi lang. Dit is maat 92. Heel leuk kleurtje. Hij heeft deze al in ja, grijs. En die draagt hij echt heel vaak. Hij is dus echt een nieuwe. Dan heb ik dit hele leuke dino truitje voor Finn. En die is heel leuk ook met dat streepjesbroekje. Want het is dezelfde kleur blauw. En dan heb ik voor de kinderen nog van die leuke Sinterklaas shirtjes. Kijk, welkom Sinterklaas voor Finn. En in het groot welkom Sinterklaas voor Lef. Nou,
Helemaal leuk. Ja, ik heb ook ineens van die hele rare bulten in mijn nek. Ik heb al zo lang geen acne meer gehad. Maar ik heb me van die rare bulten de laatste tijd. Het zit alleen maar hier. En het zit er nu echt al weken, maanden zelfs. Eerst had ik allemaal van die kleine vlekjes. En nu krijg ik zelfs van die hele grote ontstekingen. Alleen maar op dit gebied. Echt nergens anders. Ook niet hier. Ik snap er echt niks van. En mijn mondhoeken zijn weer helemaal kapot. Ja, mijn neus zit dicht. Ik denk oprecht dat ik misschien vannacht onbewust met mijn mond open heb geslapen. Omdat ik het misschien benauwd had. En dat daardoor mijn mondhoeken schraal zijn. Maar even serieus jongens, ik zie er toch niet uit. Ja, sorry, maar ik zie er echt niet uit. Ik voel me ook verschrikkelijk. Dus ik hoop dat ik me morgen weer wat beter voel. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en het is nu 8:30. Lef werd om 6:30 wakker en ja, dan sta je natuurlijk gelijk aan. En twee tellen daarna werd Finn wakker. Dus Lef is ook lekker op tijd op de peuterspeelzaal. Die komt elk moment terug en dan ga ik naar het kantoor. Ik voel me nog steeds eigenlijk echt beroerd. Tenminste, ja, ik voel me gewoon niet zo lekker. Ik heb gewoon heel veel last van mijn keel en alles zit vol met snot en ja, moe. Maar goed, ik moet gewoon door. Ik wil gewoon de bestellingen die geplaatst zijn, wil ik natuurlijk gewoon gaan inpakken. En dat komt dan uiteindelijk ook wel goed. En dan in de middag keer ik weer terug. En dan gaat Tycho dus naar kantoor. Maar dat weet je inmiddels wel. Ik heb gisteravond even lekker mijn haren gewassen. En ik krul het dus altijd met Dyson. En ik vind het gewoon zo mooi. Ik heb natuurlijk van mezelf een slagkrul. Maar als ik dat zeg maar mooi wil hebben, dan ben ik zo lang bezig. En ik vind dit gewoon mooi. Ik heb ook lekker wat make-up op. En ja, die bult in mijn nek. Tycho zegt dat het waarschijnlijk iets hormonaals is. Maar ja, misschien is het wel van stress. Ik weet het niet. Finn is even lekker aan het spelen hier. Hij heeft zijn nieuwe truitje aan. Ja, schat? Ja, je bent ook nog zo verkoud, hè? Ja. Kijk, hij gaat zitten. Ja? Goed zo. Kijk, hij probeert dus te gaan zitten. Hij zit natuurlijk nog niet recht, maar hij wil echt gaan zitten. Want dit doet hij dus heel de dag door. Echt zo leuk. Goed zo. Wil jij gaan zitten? Kijk, ga ik hier zitten. Ja. Het is inmiddels 3:00. Ik ben weer thuis. Ik heb Lef opgehaald op de peuterspeelzaal. Finn die slaapt. En Lef die zit nu... ja, wat ben je aan het doen? Aan het plakken. Dat heeft hij een keertje van Femke gekregen. Van die kaartjes. En dan heeft hij van die bijpassende stickers. Zo. En die kan je daar inderdaad op elkaar plakken. Dus dan moet hij zoeken waar dat vormpje is op dat kaartje. En dat plakt hij er dan op. De tent. Buiten. Ik zie hem al. Zie je het? Waar is de tent? Hier. Ja, daar. Hier. Yes, nou. Heel netjes. Heel netjes plakken, dat is leuk. En was het leuk op school vandaag? Ja. Ja, wat heb je daar gedaan? Fruit eten. Nog één! Kijk! Nog een tent. Ja, kijk! Ja. Was er nog één taart? Ja, dit zijn jouw stickers. Dan moet je gaan zoeken of er nog één is. Ik denk dat we heel veel ook kwijt zijn. Wat gaan we doen, Lef? Boven je Finn uit halen. Ja, we gaan Finn uit bed halen, want Finn is wakker geworden. Finn is wouder. Ja, oh. Een potlood. Ik ga mee hebben. Oh. Ik wil bed kleuren. Nee, we gaan niet op bed kleuren. Dat vind ik heel gek. Geef maar even aan mij. Nee. Nee, mij. Nee. Kijk uit, het is gevaarlijk zo. Ik hoor Finn. Ik hoor Finn ook. Nee, ik ook. Ik ook niet. Ik zie het niet. Hé, hey, Finn. Oh, Finn heeft lekker gespuugd in zijn bed. Oh jee, dat. Hallo, moppie. Oh jee, dat. Zaad. Hij heeft vies gespuugd in zijn bedje. Zaad. Allemaal spugen in je bed, Finn. Ah. Ja, hallo. Hallo. Heb je lekker geslapen? Gaan we weer naar beneden? Wat ga jij daar doen? Wil jij even in mama's bed slapen? Oké. Okay. Wel te rusten dan. Nou, deze jongen is weer wakker. Hallo. Ik ben even kijken.
Kijk maar. Yes, go. Nou, wij gaan naar beneden. Jij, ga je mee? Ik heb lekker koffie en Lef, die heeft opgeschuimde melk en die zit er al. Hij zegt, kom je hier ook zitten? En wat ben jij aan het doen, snotje? Ben je aan het spelen met een bakje, zie je dat? Oh. Vind je leuk? Ja. Wat geen speelgoed is, dat vind ik leuk. Ja. Alles wat geen speelgoed is. Kijk, wat gebeurt er allemaal met dat bakje? Wat is dat dan? Oh, doet er veel gooien. En Moppie. Hallo. Oh, hij gaat naar jou toe. Pas maar op voor je melk hoor. Dat vind ik ook lekker. Die komt al. Nee, je neemt heel dat ding mee. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ik wil kijken. Ja, jij wil wel de tijd kijken. Hallo. Ik wil even mijn druif kijken. Ja, dat is jouw druif. Nu druif pakken. Ja, die ga ik straks pakken, ja? Het is nu 10:30 ochtends en ik ben deze ochtend heel vroeg naar kantoor gegaan. Ik zat letterlijk al 7:30 in de auto, omdat iedereen hier weer mega vroeg wakker werd. Want ik heb vandaag voor het eerst na een lange tijd weer afgesproken met een vriendin, namelijk met Kimberly. Maar ik moest wel even een paar bestellingen nog inpakken en wegbrengen, dus dat heb ik deze ochtend gedaan. Tigo is nu namelijk naar kantoor en als hij vanmiddag thuis komt, ga ik dus gezellig naar Kimberly. En dan blijft Finn hier, want die slaapt dan in de middag en dan ga ik gewoon gezellig met Lef. Kan die leuk met Levi gaan spelen. Of Finn, die wil helemaal die camera volgen. En wat gaan we straks doen? Schoonmaken. Schoonmaken? Ja, toen was Lef, die wil elke dag schoonmaken. Die heeft... Ik wil soda. Ik wil soda. Een stoel? Wat wil je met die stoel doen dan? Ze moet daar. Nee, je gaat niet op een stoel staan. Dat vind ik een beetje gek. Ja, ik wil soda. Hij wil heel de dag door, wil hij alles hier schoonmaken. Alle ramen en zo. Dat ziet hij natuurlijk bij mij. Ik ga even schoonmaken. Oké. Okay. Is goed. Vooruit. Ja. Kijk, daar is Finn en Pietermans. Even kijken. Oh jee, Finn. Oh jee. Wij hebben net Sinterklaasliedjes gezongen, hè? Ja. En we zijn weer aan het eten. Lef heeft lekker een boterham en een komkommer. Ja. Finn heeft net een flesje op, die zit hier gezellig erbij. En ik had dit vanochtend even bij de winkel gehaald. Zo'n, hoe heet het ook weer, springrol met kip teriyaki. Is echt heel lekker. Oh, kijk je uit! Ben je aan het doen? Ja. Hij is zwaar, hè? Ik ben gezellig bij Kimberly en ik kan net zo goed weer een soort house tour doen, want het hele huis is weer veranderd. Kijk, ze heeft nu een leuke lattenwand. Helemaal leuk. En ze heeft nieuwe... niet nieuwe stoelen. Wel een nieuwe tafel. Kijk. Ja, ik vind dit helemaal leuk. Het is een beetje dat Japandi. In dat nieuwe huis zou ik ook wel een beetje dit soort tinten willen. Een beetje dat bruin met dat beige. Ik vind dat echt zo leuk. Maar goed, Levi en Lef zitten nu even een filmpje te kijken. Even een beetje uitrusten, want ze hebben net lekker gespeeld. En wij gaan zo even naar buiten. Nou, we gaan even een stukje... Zijn die nou kom, mam? Kijk dit. Ik vind dit schattig. Levi, moet jij geen jasje aan? Nee hoor, jawel. Het is wel koud. Ik heb het niet koud. Oh, jij hebt ook geen jas aan. Nee. Waar is jouw jas? Ik heb het bloed heet, man. Nou, dan lijkt hij op jou, want hij heeft het ook heet, zei hij. Nee, kom even jas aan. Ik heb het ook heet. Ja. Ja, hoe ga je dat wel uitleggen? Levi, kom in. Levi, kom eens, anders word je ziek. Anders kunnen we niet naar de speeltuin. Kom. Oh. Ja, dan wel, hè? Even handje los van Lef. Even jas aan. Gaan we lopen, jongens? Ja, hè? Wat heb jij? Maiswafel.
Lekker hoor. Wij zijn net naar de speeltuin geweest. Ik heb het niet gefilmd. En naar de supermarkt. En we gaan nu lekker pasta pesto eten. Kimmer die de receptje. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga het even proberen. Ik ben heel benieuwd wat je ermee doet. Volgens mij heb je wel eens hier een recept van gedeeld, toch? Nou, die komaat in de bord. Nee, laat je die maar liggen. Dat weet je, hè? Lees, doe je even je stoel aanschuiven. Lekker? Ja? Nou. Het is heel simpel hoor, maar ja. Ja, maar iedereen houdt hiervan, denk ik. Ja, ik vind het wel lekker. Lekker, zegt hij. Is het tomaat heet? Ik ga hier de melk. Dan moet je heel goed blazen, ja? Het is koud. Is hij nu koud? Nou, leg wel van tomaat. Ja, dat vindt hij heel lekker. Het is vandaag donderdag en het is nu 5:30 volgens mij al. Maar ik ben eigenlijk tot ja, ruim in de middag bezig geweest met editen van mijn vlog. Die is trouwens nog niet af. En toen kwam Tycho terug, want ik zou dan in de middag naar het kantoor gaan. Alleen, ja, het is weer heel rustig op de site. En toen hadden we bedacht om even naar de stad te gaan met z'n drieën. Want Lev is opgehaald van de peuterspeelzaal door Miranda. Ik wilde gewoon nog eventjes graag wat dingetjes kopen voor de jongens. En eigenlijk wilde ik ook Sinterklaas cadeautjes voor de schoentjes. Maar ik heb niet heel veel gevonden qua cadeaus. Maar ik heb wel wat leuke dingen voor Finn en voor Lev. Dus ik ga het jullie wel eventjes laten zien. En dan ga ik dadelijk dus naar het kantoor. Ik draai het eigenlijk om. Ik was nog in de middag dan weggegaan. Ga ik gewoon in de avond. Alleen, ik zit nu even met een ding dat ik een grote doos verwachtte met kleding. En er zijn er 2 geleverd en 1 niet. En ze staan alle 3 opgeleverd. Dus dat is wel een beetje een ding. Want dat was precies een pakket waar heel veel kleding in zit. Voor de webshop. En dat gaat dan om echt heel veel geld. Dus dat is weer heel vervelend. Dus ik heb net gelijk gebeld. Dus ik ga het nu vragen aan de chauffeur. Maar ik snap er weer helemaal niks van. Ik ga even een shoplogje doen. Inpakpapier. Dan heb ik bij de Zeeman deze leuke romper gehaald. Voor Finn. Lekker stretchy materiaal. Voor Lev een leuke nieuwe trui. Deze van de Zara. Met deze achterkant. Kijk, hartstikke leuk. Voor Lev ook nog deze trui. Kijk nou even hoe leuk. En voor Finn heb ik dit leuke stretchy broekje. Maat 74. Ik vind de Zara namelijk best wel klein vallen. En vind die goed heel hard. En dit shirt. Dit is dus matching met dat broekje. Voor Lev een nieuwe spijkerbroek. Want die groeit al zijn broeken uit. Dat is gewoon een mooie donkere wassing. Voor Lev dit leuke boekje Bobby zet zijn schoen. Ik dacht nou dat is hartstikke leuk voor nu. Dan heb ik voor Finn 2 nieuwe pyjama's. Deze van de Zeeman met Nijntje. En deze van het Kruidvat. Heel cute met die beertjes. En ik heb voor hem zo'n lekker berenpakje van H&M. Want hij heeft eigenlijk helemaal geen goede winterjas. En ik dacht dit is eigenlijk veel lekkerder voor de koude dagen. Dat dit ook lekker helemaal warm is. Dan heb ik voor Lev nieuwe sokken. Dat was hard nodig. En voor Finn nog dit hele leuke setje. Met zo'n donkerblauw vestje en dan zo'n broekje. Heel erg schattig. Ik heb dit ook nog voor Finn. Dit kan je dan zo op tafel vastklemmen. Dan kan die er zo aan zitten of op de grond. Ik dacht, dit is wel heel erg leuk. Het is nu 9:00. Ik ben op kantoor en ik heb echt letterlijk geen rust in mijn hoofd gehad. Omdat ik alleen maar aan het nadenken was over waar kan die doos geleverd zijn of wat is er mee gebeurd. Ik heb de ringdeurband nog gecheckt. Hij heeft echt maar 2 dozen voor de deur gezet. Even daarna kwamen wij dus thuis. Want ik dacht, ja joh, over 10 minuten zijn we thuis. Ik kan die ringdeur wel in de gaten houden. Maar het waren er echt maar 2. Dus ik sowieso naar buren gaan. Nou, niemand had iets. Ik natuurlijk gelijk contact opgenomen. Oh, ik word gebeld. Hallo, goedenavond voor de sushi, met, toch? Met, ja toch? Ja, wacht. Ik loop even naar beneden, want het is een beetje onduidelijk, dat gebouw. Ik weet niet meer waar ik nou ben begonnen. Ik raak weer helemaal een soort in de war. Nee, dus er werd beweerd van, joh, er zijn 3 dozen voor de deur gezet. Ik heb die ring gecheckt. Nou, letterlijk 2. Maar oké. Ik dus buren navragen. Nou, niemand had iets. Dus ik dacht, ja, wat is dit? Want hij was gewoon gescand. Dus ze zeiden, ja, hij is ook voor de deur gescand. Ik dacht, ja, wat is dit? Maar het rare was, hij was 5 minuten eerder gescand dan die andere 2 die er dus wel waren. Dus ik dacht echt van, ja, hallo.
er klopt iets gewoon niet. Dus ik ben nu op kantoor, want ik ging nog even werken hier. En ineens zie ik, er staat iemand aan de deur. Dus ik dacht, oh my god, als dit mijn pakket is. Dus ik ga kijken, want Tigo is gewoon thuis. Jou hoor, iemand van een hele andere straat komt aangelopen met die zware doos. Ik dacht echt, hoe kunnen ze dat doen? Hoe kan het bij een heel ander adres worden afgeleverd? Want er staat gewoon ons adres op. Ik snap dat echt niet. En vooral dat de bezorger dan zegt tegen het team van, joh, ik heb 3 dozen geleverd bij hun. Nou, dat is dus helemaal niet waar. Nou, ik heb dit al heel vaak met hun meegemaakt. Is GLS trouwens. Dat het dus letterlijk op hele andere straatnamen is afgeleverd. En dat dan gelukkig die mensen zo lief zijn om helemaal naar mijn huis te komen met die zware dozen. In goed vertrouwen. In plaats van dat ze denken, ik hou het lekker hier. Ja, het is dat we in zo'n nette goede buurt wonen. Maar ik denk in zo'n grote stad dat dat echt heel anders eraan toe gaat. Maar ja, we hebben even eten besteld. Het is letterlijk 9 uur 's avonds. Maar we hebben heel laat gelunch. Dus we hebben sushi. Tigo eet een keer sushi mee. Want normaal gesproken ben ik de enige die sushi eet. Want hij wil dat nooit. En dan eet hij altijd friet. Maar goed, ik ga nu snel naar huis. Want het is hartstikke laat. En dan ga ik straks mijn haar wassen en zo. Dus ja. Maar ik ben zo blij dat hij terecht is. Want ik, ja, ik kom wel janken, joh. Dus dat echt voor, nou, ik zal het wel even zeggen. Er zat voor €2500 aan kleding in. Dat ik had ingekocht. Dus ja, ik zat echt te janken in een hoekje al. Maar ik ben blij dat terecht is. Pakket terecht. Wat zei? Pakket eindelijk terecht. Wat een raar verhaal weer. En wij gaan eten om 9:30. We hebben sushi. Ik wil een keer sushi. Gaan we hier gewoon aan tafel eten? Ja. We hebben een soft shell met zalm. We hebben hier crispy maki, California en lekker maki's. Oh, dit is trouwens geen maki, dit is een rol. Nou, twee sojasausjes. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En jij hebt lekker bij oma geslapen vannacht, hè? Banaan. Banaan. Lef, heb jij lekker bij oma geslapen? Ja, ik heb bij ook in de jaapvast. En heb jij in dino-bed geslapen? Ja. En wat heb je allemaal bij oma gedaan gisteren? Foto's. Foto's? Nee, wortel. Wortel? Heb je een wortel op? Ja. Oh. En ik zag dat je op een loopfiets hebt gezeten. Jij. Het is nu 10:30 en ik ben echt al heel druk in de weer geweest in huis. Want ik heb namelijk heel de bovenverdiepingen lekker gestofzuigd. Ik heb ons bed verschoten. Ik heb al 2 wasjes gedraaid. Finn die heeft heel kort geslapen, 1/2 uur. Hij heeft gisteren heel de dag maar, ja, slaapjes gedaan van max 1/2 uur, 3 kwartier. En vannacht werd hij om 3:30 wakker. En toen heeft hij 1 uur lang zitten geiten. Dus zitten praten en druk zitten doen. Ik denk oprecht dat hij, ja, dat er een grote ontwikkeling aankomt. Dat hij misschien binnenkort gaat kruipen of iets anders. Want ja, het valt me gewoon op dat hij ineens heel kort slaapt. En meestal zitten ze dan in een ontwikkeling als ze gewoon wat minder slapen. Want hij zit niet in zo'n sprongetje. Dus dan is het waarschijnlijk echt een grote ontwikkeling. Zoals denk ik kruipen. Want hij tijgert nog steeds. Hij doet nog niet kruipen. Maar ja, het zit er natuurlijk wel echt aan te komen nu. Maar goed, hij heeft daarna gelukkig weer verder geslapen tot 8 uur. Dus ik voel me helemaal uitgerust eigenlijk. En vanmiddag ga ik gezellig afspreken met Naomi, Femke en Til. Dus dat is heel erg leuk. Dan gaan we lekker naar Breda. Vanavond gaan we uit eten. Dus ik denk dat we daar gaan winkelen. Oh! Nee, dat is een meidendagje. Jij blijft lekker thuis. Nee. Maar Femke en Naomi en Til komen wel even hier eerst heen. Je bent alweer 7 maanden, hè? Dit is echt goed te zwemmen. Eindelijk weer even gezellig een middagje naar de stad met vriendinnen. Daar was ik echt even aan toe. We begonnen met een heerlijk Brabants worstenbroodje. Nou, heerlie de beerlie. En daarna gingen we door winkeltjes kijken. Dit was echt zo'n winkeltje met allemaal van die hebben dingetjes. Kijk die make-up koelkast. Ik heb deze muts gescoord. En daarna gingen we door naar de Zara. Femke had deze leuke jas aan en ik deze. Alleen hij was heel erg koud, dus ik heb hem niet genomen. Ik vond deze jeans zo leuk. Maar dit is precies het probleem wat ik bij alle broeken altijd heb. Dat het bij mijn taille veel te wijd is en om mijn benen dan wel goed zit. Maar ik heb daar dus geen last van bij mijn eigen webshop op de een of andere manier. Zo typisch eigenlijk. Dus ik heb eigenlijk alleen nog maar broeken van mijn eigen site. En nu was ik bij de Zara en dit is dus precies de reden dat ik dus
ja, eigenlijk bijna geen broeken meer passen van andere winkels. Want dit probleem is er altijd. Nou, veel te lang gelul. We gingen door naar een heerlijk Italiaans shared dining restaurant. En we hadden veel te veel besteld. Want het was echt zoveel. Maar het was echt niet normaal. We willen hier echt nog een keer terug. Het was echt zo lekker allemaal. We hadden dus van alles. Risotto, pizza, antipasti. Nou, je zag het allemaal. Lekkere toetjes. En kijk deze fancy wc. Mag even. Ja. En jouw kop koffie. Heb ik dat aan te doken, Lef? Ik heb ook koffie. Waar heb ik dat nou niet aan te doken? Lef zei dat je dat wilde. Lef zei, papa wil koffie. Dat zei hij 100 keer. Dus ik dacht, oh, ik dacht hij wil dit. Ik heb dat niet eens gevraagd. Dat zei hij, papa wil koffie. Die zit pindakaas met de hagel van. Nou, die is wel dankbaar. Hey. Ik dacht dat je dat juist lekker vond. Je neemt al pindakaas of hagelslag. Dat doen we allebei. Hey. Les? Nou, Finnetje, kan je zo goed zitten? Het is vandaag zaterdag. 12:30 en we zitten in de auto, want wij hebben net een fotoshoot gehad. We hebben dus een fotoshoot gedaan in zon. En dat was hierachter bij het bos, bij een meertje. Het was een hele uitdaging met twee kinderen. Finn die heeft het echt super goed gedaan. Die heeft alleen maar gelachen en die vond het eigenlijk helemaal prima. Maar Lef, die had er niet zo zin in. Maar weet je, als je heel veel foto's schiet, zit er altijd wel iets leuks bij. Dus we hebben al een beetje sneak peeks gezien op de camera. En ja, hartstikke leuk, die foto's. Als de foto's af zijn, zal ik het op Insta delen. Dus volg me daar eventjes. Maar ik ben heel benieuwd, want ik wilde zo graag een fotoshoot met het gezin. Want dat zijn gewoon echt waardevolle foto's. Vooral als die kinderen zo jong zijn. Dan veranderen ze natuurlijk zo erg. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd. Dit is letterlijk de eerste fotoshoot met het gezin. En nu is het natuurlijk nog mooi buiten met die blaadjes. En over een paar maanden zijn al die blaadjes verdwenen. Dus dan is het alweer iets minder. Maar goed, ik heb lekker gewoon in mijn trui gestaan. Maar op zich vond het eigenlijk helemaal niet heel koud. Nee. We matchen allemaal mooi. We hebben allemaal mooie bruin en beige tinten aan. We gaan nu naar Den Bosch stad. Hopelijk slaapt Finn even in de auto. Die is hartstikke moe. Maar die heb je niet gehoord. Nee, die vindt het ook prima. Hij is wel best een tijdje wakker, maar ja, je hoort hem allemaal niet. Dus Finn had lekker zijn berenpakje aan. Dus dat is echt super schattig. Die kan nu ook zitten. Dus we hebben al wel schattige foto's dat hij aan het zitten was in de bladeren. Nou, die zijn wel echt heel erg leuk, denk ik. Goedemorgen, het is vandaag zondag 17 november en Finn en Lef die hebben ons gewoon laten uitslapen tot 9 uur. En voor de mensen die geen kinderen hebben die denken 9 uur, dat is toch geen uitslapen? En mensen die kinderen hebben die denken wow, 9 uur, ja dat is echt uitslapen. En ja, je zou het niet geloven, maar Finn die slaapt nou nog steeds, het is bijna 9:30. Ik denk dat hij gewoon wat slaap moet inhalen van de laatste dagen, want de afgelopen week heeft hij zo weinig geslapen. Ik denk misschien een paar uurtjes per dag. Ja, dat is gewoon heel weinig voor een baby. Hij sliep wel, maar gewoon heel kort. En ja, Lef die heeft ook lekker geslapen. Die hoorde ik opeens om 9 uur. Papa, ik moet plassen. Hey, heb jij lekker geslapen, Lef? Nee. Pietermuts. Ja, Pietermuts. Want wie komt er vandaag? Ja. Sinterklaas. En wat komt Sinterklaas doen in Nederland? Want waar komt Sinterklaas vandaan? We varen. Ja, varen. En uit welk land komt hij? Uit? Spanje uit. Ja, hij komt uit Spanje. En, maar wat komt hij in Nederland doen? Cadeautjes geven. Cadeautjes geven? Ja. Maar jij bent toch helemaal niet lief geweest? Ja. Ben jij lief geweest? Ja. Jij bent de laatste dagen toch een beetje stout geweest tegen papa en mama? Ja. Sinterklaas kijkt altijd mee, hè? Ben jij lief geweest? Ja? Dus,
Sinterklaas en zijn Pieten komen cadeautjes geven? Ja. Oké. Okay. Je hebt een mooi shirt aan ook, hè? Pietjes. Ja. Ja, vanmiddag gaan we eventjes de Sinterklaas intocht kijken. Die komt hier aan bij ons in de wijk. Hier is het haventje. En er komen alle Pieten varend aan. En Sinterklaas ook natuurlijk. Dus dat is leuk. En ik ga zo eerst even sporten. En ik ben nog even lekker bezig met Lef zijn pap te bereiden. Ik heb er een beetje passievrucht in gedaan. Lekker. Het is vandaag zondag en als het goed is heeft Tigo jullie net al bijgepraat. Het is nu 10 uur volgens mij. En Finn die is letterlijk net pas wakker geworden. Die zit hier nu aan zijn flesje. Ik weet niet wat me overkomt. Heel de week wordt hij oprecht al super vroeg wakker. Echt rond 5 uur al. En dan vaak slaapt hij nog heel eventjes verder bij ons. Maar soms ook niet eens. En overdag slaapt hij elke keer maar max een half uur à 3 kwartier. Terwijl voorheen sliep hij gewoon een paar uur achter elkaar. Dus ik weet niet wat dat was. Maar ineens slaapt hij dus mega lang uit. Dat zal wel eenmalig zijn. Maar ik denk dat hij dus heel veel moet inhalen van afgelopen week. Ik denk zelf dat hij gewoon in een grote ontwikkeling zit. En dat hij daardoor gewoon wat minder slaapt. Want ik denk dat hij binnenkort gaat tijgeren. Nee, niet tijgeren. Kruipen. Want tijgeren doet hij al best een tijd. En hij gaat nu echt zelfstandig proberen te zitten. Dat doet hij echt elke dag. En hij zit nu oprecht elke dag alweer een stukje beter. Hij zit echt al bijna helemaal zo rechtop stevig zelf. Dus dat is natuurlijk super knap. Maar kruipen doet hij nog niet. Dus ik denk dat hij dan misschien binnenkort wil gaan doen. En dat hij daardoor misschien iets slechter aan het slapen is. Maar gisteren hebben wij natuurlijk in de ochtend een shoot gehad. En die foto's hebben we nu al kunnen bekijken. Echt zo leuk. Dus we hebben onze favorieten hebben uitgekozen. En die gaat ze nu dus bewerken. En ze zijn oprecht super leuk geworden. De kleuren zijn zo mooi en warm. Dus daar ben ik echt heel blij mee. En toen daarna zijn we naar Den Bosch stad gegaan. Finn die heeft toen nog eventjes geslapen in de auto. En toen hebben we gewoon die maxicozie op het onderstel geklikt. En toen heeft hij verder geslapen. Maar dus ook maar een half uurtje. Maar goed, we hebben even lekker wat gegeten. En zijn we op de markt gaan lopen. Hebben daar lekker wat dingetjes gehaald. En uiteindelijk zijn we gewoon weer naar huis gegaan nadat we koffie ergens hebben gedronken, omdat Finn een flesje moest. De jongens hebben allebei een leuk shirtje aan met welkom Sinterklaas. Want vandaag komt Sinterklaas aan met de boot. We gaan zo eerst heel even naar de supermarkt, want we hebben letterlijk niks meer in huis. Sinterklaas, Lef! Is dat hem? Zie je hem? Hé, hey, daar is hij. Wat is dat? Sjoepje. Ja. Yay, Sinterklaas is aangekomen bij ons in de woonplaats met de boot. Nou, hoe onwijs leuk. We hebben hem zelfs nog ontmoet. Lef heeft lekker snoepgoed gehad. Nou, daar was hij hartstikke blij mee. In de middag zijn we doorgereden richting mijn moeder. Daar kwam hij ook aan. Maar daar kwam hij aan met het paard. En bij ons dus met de boot. In de avond heeft Lef daar ook nog zijn schoentje gezet. En bij aankomst thuis weer. En dat gaan jullie zo zien. Sinds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. O lieve Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij. De lieve goede Sint, jouw beste vriend, de vriend van I. Ik heb in mijn schoentje. Bij het hartje. Schoen zal mama hem even goed neerzetten? Doe hem hier. Oh nee, gewoon een schoen zetten. Gaan we dan wel even nog zingen? Ja. Welk liedje? Maneschijn, hoe heet ik? Maneschijn?
Even kijken hoor. De kaas en je tje. Hoor de wind waait door de bomen? Ja, de wind waait door de bomen, ja. Oké, even kijken. Hoor. Zal de goede Sint toch komen, nu hij het hier zo heerlijk vindt. Nu hij het hier zo heerlijk vindt. Ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem afstaan. Zijn we goed aan het zingen voor Sint Nicolaas? Gaat hij dan komen vannacht? Als jij slaapt. Ja. Lief zijn. Ja, we moeten heel lief zijn, hè? Wat wil je tegen Sinterklaas zeggen? Ga maar iets zeggen voor Sinterklaas. Een doeltje. Sinterklaas, ik ben Lef en ik ben heel lief geweest. Ik zou het heel leuk vinden als je vannacht een cadeautje komt geven aan mij. Oké. Ga je dat zeggen? Ja. Zeg maar. Een doeltje geven. Moet er nog wat in de schoen voor de Piet? Of moet er nog wat in de schoen voor het paard? Ja! Wat dan? Wat moet er in de schoen? Want dat gaat hij dan meenemen. Wat wil je aan Sinterklaas geven? Gaan we iets lekkers geven aan Sinterklaas? Ja, lekkers. Zullen we anders een appel geven voor het paard? Oh. Wilt het paard een appel? Of weet je iets anders? Een wortel, ja, die hebben wij niet. Nee. Wij hebben alleen appels. Zullen we die maar geven dan? Oh, we gooien niet de kaas. Jij moet de kaas geven. Ik samen. Ik kom die kaas een cadeautje geven. Ga je die in je schoen zetten? Ja. Doe maar. Oké. Dan gaat het paardje. Gaat die opeten vannacht, hè? Ja. En misschien brengt Sinterklaas wel wat voor jou mee. Leg je hem ernaast of erin? Zo goed? Ja, hij hoeft er niet helemaal in. Zo is goed hoor. Zo. Zo. Nou, dan gaan we nu naar bed, toch? Dan gaan we morgen kijken of er iets is. Ja. Gaan we morgen kijken. Zo, en dan sluit ik de vlog bij deze af. Ik vond hem zelf echt heel erg leuk. En ik vind het gewoon zo leuk om te zien hoe wijs Lef wordt. En hoe goed Finn zich ook ontwikkelt. En hoe leuk Lef het vindt dat Sinterklaas is aangekomen. En hoe bewust hij het allemaal nu meemaakt. Ja, ik word daar helemaal emotioneel van. Om te zien hoe mijn kinderen zich ontwikkelen. Ja, dat klinkt heel stom. Maar dan zit ik die vlog te bewerken. En ik vind het echt leuk. Ja, ik vind al die momenten gewoon zo leuk om terug te zien. Als ik nu vlogs kijk van weer een paar maanden geleden, zijn ze alweer zo veranderd. En ja, ik vind het ook gewoon heel bijzonder nog hoeveel mensen er wekelijks meekijken. Ik heb toch geen miljoenen of honderden duizenden views, maar al kijken er duizend mensen. Ja, weet je, ik ben zo dankbaar dat jullie mijn vlogs kijken. En er zijn ook mensen die gewoon letterlijk al 10 jaar naar mijn vlogs kijken. Weet je hoe bijzonder dat is? Jullie weten zoveel inmiddels van mij. En ik weet dat er heel veel mensen op aarde zijn die echt nooit zoveel van hun leven zouden delen online. Maar dat is gewoon hoe ik ben. Ik vind het oprecht nog heel erg leuk. Ik was echt heel erg mijn drive kwijt met het vloggen, moet ik zeggen, de laatste maanden. Ik zat ook gewoon niet zo goed in mijn vel. En ik moet zeggen, het gaat nu wel weer wat beter. De laatste weken probeer ik weer iets rustiger aan te doen. Want ik maakte het mezelf erg zwaar door zoveel 's avonds naar kantoor te gaan, 's nachts thuis te komen. En ik was een beetje overwerkt, denk ik. Deze maand heb ik even wat rustiger aangedaan. Ik merk dat het toch wel even goed is. Dus ik ben benieuwd of jullie de vlog leuk vonden. Laat het eventjes weten in de reacties. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer.